We zijn inmiddels aangekomen bij het nieuwe gebied, de Shady Wildwood, waar we vandaag gaan beginnen bij A Solitary Island. Met als onderschrift... Wat het is. Is it lonely? Nou, daar gaan we. Er zit ook een bubbeleiland naast, zie je dat? Dit zijn allemaal bubbeleilanden. Er zijn veel puzzelen. Ik zie het. Nou, wat moeten dit, we doen? Dit kennen we al. Misschien denken ze, we laten ze even rustig inkomen. Oh nee. Dat. Learn more about a new grid rule is the goal and solve all 13 skydrops. Maar goed, hij zegt we moeten nieuwe dingen leren, maar we leren hier geen nieuwe dingen. Dingen die we al weten. Maar goed, misschien leren we wel iets nieuws door hiermee verder te gaan. Zou kunnen. Eerste puzzel, ik doe het fout. Even kijken. Dit weten we zeker. Oh. Ja, die hebben we ook. Ik ben benieuwd, wat is dan de nieuwe mechanic? Letters en cijfers door elkaar. Ah. Letters en cijfers door elkaar is de nieuwe mechanic. Hey, you collected a new insight. Wil je straks voorlezen wat de insight is? Nou. Exactly one means less than two. dat is mijn inzicht, wat ik krijg na 80 uur spelen. Het is allemaal niet zo ingewikkeld volgens mij. Learn more about the new grid rule. Dat zijn ook allemaal 1 ster puzzels. Ja. Exactly one means more than zero. Nou, daar gaat de wereld voor me open. Er gaat een wereld voor me open. Nou, learn about the new grid rule. Complete the reversing pillar of insight. Nou, daar komt-ie. De reversing pillar of insight. Oh, die is zwart. Ik ga ook meedoen. Even kijken, wat gaat hier mis? Dit. Ja, ik ben dom. You collected a new insight. Reversing. Veel nieuwe inzichten. Heel goed. Zo. Wij houden van nieuwe inzichten. Zo. Dan maken we hier weer even moois van. Dat is allemaal niet zo moeilijk volgens mij. Ben ik nou dom? Ah. Misschien ben ik dom. Dit kan allemaal. Ja, ik was dom, maar ik heb mezelf hersteld. Nou, ik heb de pilaar opgelost. Daarmee de Mirabilis gekregen. En weer een mystery ding in het grote bord.
Weer een nieuwe mystery. Lekker. Solve all logic grids. Complete the area reach pillar of insight. Solve Skolf. 13 airdrops. Oké. Ik ben misschien dom. Helaas niet. Oké. Zo moeten we ook nog even die airdrops in de gaten houden. Dat we die dus ook nog moeten pakken. Komt allemaal wel goed. Dit moet. Dit moet. Dit moet. Dit moet. Even kijken. En dan. Nou wordt het lastig. Ik kan niet. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Dit kan. 15. Ik heb ook mijn bolletje. Heel goed. De gebruikelijke muurvertraging. Maakt niet uit. Bolletje is bolletje. Even kijken. Eerst alles aftikken wat niet kan en daarna gaan nadenken over wat wel kan. Dat is de tactiek. Le tactiek. Dit. Die moet dan daar. Ik snap niet wat ik fout doe hier. Exactly one symbol per diagram. Uh-huh. Oh ja! Ja, snap je? Ja. Solve the skydrop, solve the puzzles. Oh nee. 22 logic grids, lekker hoor. Lekker hè? Ja man. Maar niet links. Oei, hier is een klikding. Even kijken. Ook een interessant klikding. Dus dit zo moet. Op zich, er is een nieuw lord hier gespannen, zie je? Ik zeg het je. Ja. Dan wil je even naar kijken. Hallo. Die ga ik ook even doen. Hij is ook een persoon. Hallo, Pep. Trans Universal Orb. Oh, proverb. To the right observer, even a hole in a log can be beautiful. Ja, er zit een gat in die ding en dan kun je zo'n ding doorzien. Goed verhaal, Murfje. Ik kan niet praten, sorry. Ah. Er zit een gat in die ding. Ik liep net in, hier ligt zo'n ding. Kijk, hier kan je in. Ja, ik zag het. Nou. Er zit een 4-sterren puzzel echt. Nee. Ik ben het alweer kwijt waar het was. Okay, naast dat loortje is een boom. Als je erin kijkt, dan kijk je op een 4-sterren puzzel uit. Ja, die bedoelde ik niet. Er was een boom met een gat aan de bovenkant en door dat gat kon ik bolletjes zien. Oké. Okay. Ik heb nu ook een puzzel overgeslagen. Maak. Oh. Even kijken, dit moet sowieso. Super light area. Dus als ik dit allemaal zwart maak, kan dat? Ja. Dan moet die wit zijn, dan moet die wit zijn. En die. Ik kan. Ja, heel goed. Opgelost. Die skydrops moeten we inderdaad eventjes in de gaten houden. Want dat moet allemaal precies kloppen. En al die logic puzzles ook. Alles moet precies kloppen. Ze houden van kloppendheid. Precies. Dus dan zorgen wij daar maar voor, hè, voor kloppendheid. Wacht even, wat gaat hier mis? 6. Ik moet langs die kant. Nee, ik moet niet langs die kant. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan moet ik dit doen. Kan niet.
Dus dit moet anders. Als ik dit doe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zo? 9. Gaan we deze. 9. Ja, zo. Lekker. Even kijken, hier zitten nog wat skydrops in de boom. Of bedoelde je die skydrops in de boom? Ja, ja, ja. Die heb ik nu ook. En een puzzel. Oh, hier is er nog één. Dus dit moet... hier is ook een puzzel. 1, 2, 3, 4, 5... 12. 10. Dit kan niet. Nee, dit kan niet. Dus dat doet vermoeden dat ik dit moet doen. Ah. Ik ga deze pillar nog even maken. Ik vind het niet heel moeilijk. Nee, dit lijkt inderdaad wel... Je denkt dat de skydrops de meeste tijd gaan kosten. Gewoon omdat dat even precies gevonden moet worden. Denk je niet? Mhm. Ik denk inderdaad dat dat het meeste tijd gaat kosten. Er is ook nog een pillar. Heb je die al gevonden? Ja, daar ben ik mee bezig. Oeh. Ja, het is inderdaad niet zo ingewikkeld. 4 sterren, maar daar gaan we zo doorheen. Inderdaad, terugredeneren, hè, wat ze van ons vragen. Terugredeneren. Hier is weer een skydrop. Ik maak alles gewoon de hele tijd helemaal zwart of helemaal wit en dan ga ik het daarna invullen. Daarna terugrekenen. Dat is ook wat ze van ons vragen, toch? Ja. Dus dat lijkt mij een goede aanpak van jou. Kijk, en dan zie ik daar weer een skydrop. Daar ook. Zie je ook een hele grote skydrops. Oh, jij bent bij die andere ding. Ja, die ga ik ook even doen, die pilaar waar jij staat. Even kijken. Don't make this pattern. Dan moet het zo. Yes. Het moet wit zijn. Dit is ook goed. Dit moet. Kijken. Oeh. Ja. Ja, ik zal wel gek zijn, maar dit is echt makkelijk. Mm-hmm. Ja. You unlocked a new insight. Je moet gewoon letterlijk bij elke puzzel hetzelfde doen. Ik heb de hele pilaar al klaar. En dit is makkelijk, jongen. Ik ben de laatste nog niet. Nou, nog even de
puzzels oplossen, de skydrops en de logic grid. Hé, je bent eruit? Ja. Ik had één, ik moet eentje opschuiven. Oké, okay. Hier is nog een vier sterren puzzel. Vier bollen puzzel, moet ik zeggen. Ja. Hier ontstaan nog wat skydrops in de lucht. Waar het nog maar de vraag is, waar moeten we beginnen? Hier, dit hoort bij elkaar. Dat is wel, hè. Omdat er zoveel skydrops zijn, moet je wel even kijken wat hoort bij wat. Mm-hmm. Er zijn er een hoop. Wat is dit? Een 5-sterren puzzel. Ja, ook dit easy. 2 tellen. Zijn we nu op het punt in het spel dat we dit zoveel gespeeld hebben dat onze intellect alles te boven gaat? Is dat wat hier gebeurt? Ja, weet ik niet, want ik kom hier nu uit die 4 bollen puzzel kom ik niet uit. Uit de 4 bollen puzzel kom je niet uit. Nee. Dit moet, dit kan. 11. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Volgens mij de enige manier die past. Nee, want dan past die niet. Die zou nog wit kunnen zijn. Nee, dat kan niet. Dat kan niet. Kan ik 5, 1, 2, 3. Dit zou kunnen. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ik, hè? Uit. Stel ik doe dit. 4, 5, 6. 7, 8, 9. 10, 11. Ja, dit kan niet. Ik ga nu voortijd gebruiken, want ik ben dom. Inderdaad. Ik kom hier niet uit. Waarom niet? Stel ik doe dit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Waar ben je? Je bent boven. Ja. Hoe kom ik daar? Goeie vraag. Zo. Oh, hier zijn ook bollen. Dit. Dat kan niet. Eén! Altijd fijn als er één in zijn. Kan dan ook niet. 4, 5, 6, 7, 8, 9. En als ik het zo doe.
kan ik met die nog afbouwen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ja, dit is het. Ah, oh, dit is het niet. Is het wel. Ja, lekker. Ja, dat duurde even. Dat duurde. Ik heb mezelf laten foppen. Foppingen. Die horen hier bij elkaar. Nog een sky drop. Ik zie hier zoveel bollen dat ik gewoon niet eens meer... Ik zie door de bollen het bos niet meer. Ja, ja, er zijn echt heel veel bollen. Ik moet nog één logic grid en nog vier bolletjes. Sky drops. Dan ben ik er. Ja, dat ga ik niet doen. Nog, jij moet nog één logic grid, zeg je dat nou? Ja. Oké. Okay. Dit kan nog. Dit kan. Dit kan. Geluiden. Ja, ik. Ik word geflasht. Zo. Even kijken. 1, 2, 3. 4, 5. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. En dan is dit allemaal goed. Dan komt dit niet uit. Komt dit niet uit. Oh, die heb ik al gedaan. Die jij niet aan het doen bent. Echt? Ja, heb ik alle foresights op gebruikt hoor. Ik heb hier nog één met 5 bolletjes, dan denk ik, ja, ik kan het wel gaan doen, maar ik snap dat toch niet. Oh, ik heb er nu 14 in plaats van 13. Ja, lekker. Easy. Hoe kan dit nou makkelijk zijn? Terwijl ik net met die 4 bolletjes moeilijk zat te doen. Oh, ik heb hem. Nou, alle logic grids opgelost. Dan moet ik alleen nog 4 skydrops. En daarvoor... Ik heb respect voor jou. Hoe snel je bent. Ja? Ik zit op 15 van de 22. Even kijken. Nog 3 skydrops. Waarvan ik inderdaad zie dat die roze hoort bij roze. Die pakken we hier vandaan. Yes. Even kijken, waar vandaan pakken we deze? Dat moet haast wel vanaf bovenaf hier. Kan ik daar komen op dat boveneilandje? Moet ik vanaf hier? Moeten we even een truc gaan bedenken? Ik denk als ik hier op dak ga staan dat ik heel eind kom. Hier is nog een 4 bolletjes puzzel. Zijn hier ook nog andere bollen? Ja. Vanaf waar moet die dan? Nog 1 skydrop. Waar dan? Ik denk hier waar ik sta, hier beneden onder de ding, of heb je die overpakt? Beneden onder de ding. Ik zie jou niet. Ik zie jou niet. Oké. Ik ben ondertussen aan het... Ik ben deze bus aan het oplossen.
De game heeft weer bedacht dat de party view niet afdoende is. Dan ga ik mijn standaard trucje doen. Rondjes om het eiland vliegen om te kijken wat ik gemist heb. Ik zie daar een skydrop. En hier ook. Ja, dan moet het hier ergens zijn. Kijk, hier zit er nog een in de boom. Dit hoort allemaal. Oh ja, dit hoort allemaal bij elkaar. Ja, 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 dit is. Yes, we hebben hem. Dan hebben wij daarmee A Solitary Island afgerond. En dan gaan we jullie weer zien in het volgende deel. Joejoe. Doei.